Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardenwijk. Mijn gast vandaag is Michel Dijkstra. Wij gaan het hebben over Japanse en Oosterse filosofie. Michel. Ja, je ziet eruit als een geleerde en ik kan ook niet anders concluderen naar aanleiding van het lezen van het boek dat je erin bent. Nou, dankjewel. In de dagelijkse praktijk weet ik uit podcast dat je mediteert. Ja. Dat filosofie voor jou ook een leven is. Dat je ook docent bent. En dat je zelfs een tijd lang college hebt gegeven, les hebt gegeven uit het boek dat ik samen met Ad en Govert heb geschreven. Het Goede Leven in de Vrije Markt. Nou, dat zijn een aantal ingrediënten hopelijk van dit gesprek ook. Genieten van jouw geleerdheid rond de Oosterse filosofie. Nadenken over hoe jij zeg maar reflecteert op de filosofie vanuit onze moderniteit-interpretatie, die de kijkers ook wel kennen uit andere gesprekken. En toch ook wel wat filosofie als praxis, onder andere door meditatie, kan betekenen. Maar laten we beginnen met je boek, Japanse filosofie. Dat heb je geschreven. Ja. Het is een ongelooflijk geleerd boek. Dit is gewoon het resultaat van jarenlang studie. Ja, op verschillende manieren ben ik er heel lang mee bezig geweest. En er zit een soort van stadia eigenlijk in waar ik mee bezig ben geweest rondom Japan. Ik ben bijvoorbeeld gepromoveerd op een vergelijking tussen Meister Eckhart. Dus dat is wel westerse Duitse mystiek. Ja. En zijn meester Dogen. En Dogen is ook weer een van de centrale figuren in dit boek geworden. Ja. En ik heb ook samen met Jos Vos een boek bezorgd. Jos heeft dan vertaald en ik heb een commentaar gegeven op een tekst. Aantekeningen vanuit de kluizenaarshut, Hojoki. En die zit hier ook weer in. En als je alles zo naast elkaar legt, dan kom je erachter dat je eigenlijk veel langer ermee bezig bent geweest dan je zelf dacht. Ja, in 2010 begon het een beetje met een boek over Zen. Hm? En dat is natuurlijk ook een van die belangrijke ingrediënten van het Japanse denken. Dus het is inderdaad zo, het is een vrucht van een hele lange weg. Maar dat herken je misschien ook als je je boek klaar hebt, denk je van, oh, maar dat dan en dit dan. Ja. Dus ik hoop het ook voor te mogen zetten. Ja. Nou, het is wel meer dan een... het is ook wel echt een overzichtswerk, hè? Dus het is een ideeëngeschiedenis ook echt. Ja, dus ik kan me wel voorstellen dat je ook later zal denken van... ik citeer er nog naar, want daar heb ik het goed uitgewerkt. Hoe je Dogen moet positioneren in de geschiedenis bijvoorbeeld of zo. Maar dat vind ik ook wel knap. Hoe gaan we het bespreken? Je hebt zelf eigenlijk die inslag van... Je zegt wat over het Confucianisme. Nou, daar heeft iedereen wel eens een keer van gehoord. Dat is meer de Aristoteliaanse traditie van orde en politiek. Over Boeddhisme. Daar kennen we ook nodig. Daar hebben we ook de nodige clichébeelden van. En het Shinto. Ja, dat is correct. En daarbij sluit ik ook een beetje aan bij de Japanse traditie zelf. Omdat ze dat ook zien als een weefsel van eigenlijk drie verschillende stromingen. Ja. Die elkaar ook geenszins uitsluiten. Die elkaar ook heel goed kunnen versterken. Hm. En die tezamen, en dat zie je ook aan de figuren in dit boek, een intellectueel en praktisch leven kunnen vormen. Dus inderdaad Shinto, Boeddhisme en Confucianisme. En nou, Shinto, het is enigszins misleidende term, maar je zou kunnen zeggen dat iedere Japanner dat is, dat belichaamt. Hm. Dat vormt eigenlijk de basis van Japans denken. Ja, laten we eerst met het Shinto beginnen. Ja. En dan weven we wel de andere thematieken erin. Dus uitnodiging om uit te leggen waar het voor staat. Zeker, ja. De term is misleidend. Want Shinto is een term die eigenlijk pas in 1200 voor het eerst valt. En pas, dan wordt, pas. Ja, en dan wordt die ook nog gebruikt om denigrerend te doen over Taoïsten. Maar op een gegeven moment is het een beetje zijn eigen leven gaan leiden. En zeker als je in wat oudere overzichtswerken van Japans denken kijkt, dan heb je Shinto dit en Shinto dat. En wat doen Taoïsten? Taoïsten in Japan, nou, die zijn vooral bezig met onsterfelijkheid bereiken, moet ik zeggen. We hebben het hier over, laten we zeggen, de volksrichting van het Taoïsme, de Tao-religie, die soms heel ver afstaat bij teksten die wij hier in het Westen kennen, zoals Tao Te Ching. Maar om terug te komen op wat Shinto eigenlijk is, de term kami-culten zou preciezer kunnen zijn. Dus je moet je voorstellen dat van oudsher... We hebben daar natuurlijk niet heel veel informatie over. Dit zijn prehistorische tijden. Maar goed, van oudsher is Japan een lappendeken van allerlei culten. Wat bedoel je met prehistorisch? Is 1200 prehistorisch? Nee. Wat wij ook onder prehistorisch Met Shinto, nou, dat ligt per cultuurgebied vrees ik anders. Nee, Japan, en dat is ook eigenlijk meteen wat dat hele denken onder druk zet. Japan komt vrij laat uit de prehistorische periode. We hebben het dan over 600, 700 na Christus.
dan gaat men kijken naar China en het schrift enten op China. Dus dan krijg je ook de eerste geschreven bronnen. En 600, 700 na Christus. 600, 700 na Christus. Dat is de overgang van de prehistorische naar de historische periode in Japan. Oh ja. Dus dat is relatief laat. Zeker als je het vergelijkt met China. Nou ja, goed is maar hoe je het vergelijkt. Kijk, Nederland wordt ja. 16e, 17e eeuw. Mm-hmm. 18e eeuw eer iedereen Nederlands spreekt op, ja. op dezelfde manier. Of daarover correspondeert. Hangt van je definitie af. Ik heb hier nu definitie van een schriftcultuur. Ja. Dus daarvoor kun je stellen, er was wellicht een orale cultuur. Ja. Maar ja, je hebt de bronnen niet. Hè? Dat is in ieder geval zeker 600 jaar eerder dan in Nederland, zeg maar. Nou ja, akkoord. Maar laten we wel wezen, voor die historische periode kunnen we aannemen, waren er lokale culten. Dus ieder dorp heeft bij wijze van spreken een goddelijke kracht of macht. En dat is het woord kami. En het is allemaal glibberig, weet je wel. Want zodra je kami gaat vertalen met godheid, dan denk je van oké, die is gepersonifieerd. Maar dat hoeft helemaal niet. Het kan ook de waterval zijn, twee bijzondere stenen, waarvan men dan stelt, daar is die goddelijke kracht is daar zeer sterk aanwezig. Een sterk magisch wereldbeeld dus. Zo zou je het kunnen invullen. Nou, je kunt ook zeggen het is een energetisch wereldbeeld. Het gaat om verschillende krachten. Dus zoals wij hier nu in de ruimte zitten, we zitten hier zeker niet alleen. Hè? Volgens een kami, een Shinto opvatting. Er zijn allerlei krachten aan het werk. Kun je ze concreet maken? Nou, bijvoorbeeld ik wil een gebouw neerzetten in een stad. Dan is het toch wel heel aardig dat ik eerst aan de kami ga vragen, mag ik wel hier op deze plek een gebouw neerzetten? Interfereert dat niet met een krachtlijn? Je hebt op een gegeven moment ook het idee van de kami die dan wel personen zijn, die reizen door het land. Dan worden bepaalde wegen niet gebruikt. Dus maar zou je in deze ruimte nu ook zeggen dat bepaalde energiebanen die je ziet, of die gevoeliger voor bent geworden? Ik niet, maar ik kan het denken kan ik wel volgen. Ja, en dat, ik ook wel, want sommige hoeken in de ruimte zijn meer vertrouwd dan andere. Bijvoorbeeld. Bovendien kun je ook energie opbouwen doordat wij hier altijd gesprekken hebben. Hopelijk, ja. Je kan je ook wel eens overdag zitten met een student bijvoorbeeld. Ja. En dat geeft een heel ander gewicht aan een gesprek. Uiteindelijk is het weer uitgebalanceerd, hoop je. Dat is dus niet zo, nee. Nee, als je hier één keer in de week zoveel mensen laat... Nee, maar ga verder. Ja, maar kijk, dus... Het idee dat de hele wereld één samenspel is van goddelijke krachten en machten. Mm-hmm. En dat gaat zelfs zo ver dat een van die eerste teksten die we hebben, waarvan je kunt zeggen dat is een kami-cultus tekst of een Shinto-tekst, heet Kojiki. En Kojiki betekent verslag van alle oude zaken. En daarin staan de verhalen, en sommige zijn bij ons ook heel bekend geworden, bijvoorbeeld van de Sonnekami, Amaterasu, waar het keizerlijk huis uiteindelijk van afstand. Alleen het punt is, die tekst is geschreven, we hebben het hier dus 700 na Christus, door mensen die al door de Chinese cultuur beïnvloed waren. En in de redactieraad van die tekst zaten ook al boeddhisten. Dus om uit die tekst nou het oorspronkelijke geloof of de oorspronkelijke wereldbeschouwing van Japan te halen, dat is heel erg lastig. Dat wil eigenlijk niet. Je kunt hoogstens zeggen van de verhalen die verteld worden, werden wellicht oraal overgedragen en hebben ze een weerslag gevonden in Kojiki. Maar een heel belangrijk verhaal is, dat kom je in meer culturen tegen. Dat is eigenlijk een soort van incestueuze mythe. Dus een broer en een zus godheid, Izanagi en Izanami, die verenigen elkaar. En daaruit baart de vrouwelijke god de eilanden van Japan. En die eilanden van Japan staan eigenlijk, een soort pars pro toto, voor de hele wereld. En het idee is dan dat Japan, waar je dan bevindt als inwoner van het Rijk, is gebaard vanuit een godheid. Dus heeft zelf ook een goddelijke kwaliteit. Dus het hele Rijk, alles, mensen, dieren, planten, heeft die kami kwaliteit. En dat is meer dan een schilderachtig verhaal. Dat heeft eigenlijk rechtstreeks een impact op het denken van Japanners. Want ik maak... Stichtingsmythe? Of... Ja, deze stichtingsmythe. Een metafysische oorsprongmythe. Ja, dat gaat samen hoor, denk ik. Maar vooral dat gegeven dat Japan gebaard is uit de goden. En dat die mannelijke godheid daaruit komen, uiteindelijk ook de zonnekami en de maankami en de stormkami uitvoert. Dus dat alles heeft een goddelijke kwaliteit. Dat wil zeggen dat een hard onderscheid tussen levende en levenloze zaken, zoals wij dat wellicht gewend zijn,
heb je in het Japanse denken eigenlijk niet. Vandaar ook, ik maak nu wellicht een grote sprong, dat Japanners er niet zo moeite mee hebben om in de supermarkt door een robot geholpen te worden. En vandaar ook, en dat zie je ook in de populaire cultuur, de grote opruimguru Marie Kondo, die zegt, als je iets weg wil doen, bedank dan het object. Hè, alsof je het kan ontmoeten. En dat heeft rechtstreeks te maken met die gedachte dat alles eigenlijk kami is. Ook wij zoals wij hier nu zitten. Nou ja, wat is die kami dan? Dat is een vitale kracht, een vitale energie. Je zou kunnen zeggen dat die kami-culten of Shinto heeft te maken met het leven. Dus als je gaat trouwen, dan ga je ook naar de schrijn. Dat is het kami-heiligdom. En dan mag je ook als echte lieden een glaasje sake drinken. Want de goden houden ook erg van sake. Net als de Griekse goden trouwens. En het is ook zo dat als je een kind krijgt, zodra je baby het aan kan, dat je die ook meeneemt naar de schrijn en aan de kami laat zien. Dus die kami-culten tot op de dag van vandaag gaan over het leven. Zijn levensbevestigend. In tegenstelling tot het boeddhisme, dat is juist bezig met de dood. Wat mooi verteld. Nou, dank je. Ja, in het Westen is natuurlijk een opvatting van de mens als een bewust wezen. Ook in de filosofie uit en treuren beschreven en totaal overdreven. Maar gek genoeg heb ik dat altijd ook wel een soort klik gevonden met de Oosterse filosofie. Omdat daar bijvoorbeeld in meditatie ook de nadruk op het bewustzijn ligt. Ja. Maar jij zegt nu eigenlijk van dat Kali, dat is, ja, dat heeft niet... Ja. Dat is juist het vitale. Dus dat is, ja, als het ook in stenen en gesprekken en in rivieren stroomt, dan kan je toch niet gelijk stellen met wat de rol van het bewustzijn in de christelijke traditie of in de filosofie is. Ja. Het is veel meer gewoon het leven zelf dan eigenlijk. Ja, en er wordt door sommige dichters gezegd van de woorden van een gedicht hebben die kracht. Die hebben een eigenlijk. Kijk, het wordt bewust. Dat is dan wel weer overeenkomstig met de Bijbelse en de Westerse traditie. Dat in ieder geval de taal en het geschrift belangrijk zijn. Ja. Wat gek is, want het staat al een beetje op gespannen voet met het levendige. Ja, dat klopt. Maar het punt is van, je kunt de taal zeker als een dichter vaardig gebruiken. Dus een van de esthetische begrippen die ik in het boek beschrijf, die heet Yugen. En Yugen, hoe vaag we het hebben, dat betekent ook duister mysterie. Alleen het punt is, de dichter kan dat gevoel bij jou oproepen. Door die kracht in zijn woorden te leggen. Dus in die zin is het niet een verabsoluteren van het schrift, maar het schrift op een hele subtiele manier gebruiken. Ondertitel van jouw boek is ook De Denkweg van Verfijning en Verbinding. Juist. Ja. En dat zit in het Shinto al. Ja, wat mij betreft wel. Kijk, ik heb dat woord denkweg gekozen omdat ik het verlangen had om echt aan te sluiten bij hoe ze zichzelf presenteren. En een woord voor filosofie heb je niet in de premoderne en ook de modernere Japanse periode. Dat komt pas als ze eigenlijk plat gezegd met ons in aanraking komen. Dat ze een woord gaan verzinnen voor filosofie. En dat is op zich ook een hele interessante geschiedenis, want dat woord gaat worden tetsu gaku. Gaku betekent leer, dat hadden ze al. Een heleboel wetenschappen en andere leren waar je op toe kan leggen, hebben het woord gaku. En tetsu betekent wijsheid. Dus in die vertaling wordt het wijsheidsleren, niet wijsbegeerte. En later hebben wijsbegeerte is trouwens ook een slechte vertaling. Dat is filosofie. Het is dus liefde. Ja. Filijn, philo. Ja. Liefde voor de wijsheid. Dat is eigenlijk. Ja, wijsbegeerte is een prachtige vertaling, maar er gaat wel. Begeerte heeft toch inmiddels een wat plattere betekenis dan. Ja, maar dan is het zaak dat weer boven te halen, denk ik. Maar bij die Japanse vertaling gaat het dus puur om eigenlijk die wijsheid. En de Chinezen zagen dat en dachten, wij willen ook zo'n woord. Dus de Chinezen hebben het Japanse woord weer vertaald. Tsui. En nou ja, dat is een hele omzwerving. Maar als je kijkt naar die premoderne leren, dus Shinto, ik noem het gemakshalve maar even zo, boeddhisme en Confucianisme, dan zijn het allemaal do's. Het zijn allemaal wegen. Ja, interessant, want dat is in het Westen is dat eigenlijk niet zo. Hè? Dus nee. Het is wel zo dat methode, dus letterlijk weg, betekent letterlijk weg, maar de methodos, maar de ik zou toch eerder zeggen dat een woord als dialoog bijvoorbeeld eerder in de buurt komt bij de kern van wat we onder filosofie verstaan. Ja, zeker. En dan nou, heb dus, je... Het is dialoog, ja. Dat, ja. Dus het is sowieso de reden dus, logos.
Ja. Ja, dus dit is de gedeelde logos eigenlijk. De weg. Ja. Ik denk dat je gelijk hebt. Zo denk je dan bij de Japanners en de Chinezen natuurlijk meteen naar zo'n kronkelweg. Ja. Een weg waar je een beetje meanderend op rondloopt te filosoferen. Ja. Ja, dat is inderdaad iets heel anders dan... Dan de striktheid van de westerse traditie. Ja, en toch, het is wel een beetje soms een cliché met als je het boeddhisme nou daar uitlicht. Hè? Want dat is natuurlijk ook een weg. En je noemt ook een paar keer de meditatie, de meditatieve weg. Ja, dat is hoofdstukje 1 voorlopig even gesloten, Shinto. Dat is nu meer opgehelderd. Daar komen we zo weer op terug. En dan boeddhisme. Ja, kijk, het boeddhisme als dood, het boeddhisme als weg. En dan wat jij ook terecht zegt. Je denkt heel snel aan monniken en nonnen, zwijgend, meditatie. Ja. En dat is ook zo, hoor. Dat is een belangrijk bestanddeel voor bepaalde onderdelen van Japans boeddhisme. Want je hebt ook hele belangrijke fracties waar men niet mediteert, hoor. Maar bijvoorbeeld reciteert. Die zijn eigenlijk veel beroemder. Maar als je... In Japan? Zen is in Japan helemaal niet zo groot. Nee. Dat is bij ons. Het is sowieso eigenlijk een Amerikaanse uitvinding, toch? Ja, hoe wij het recipiëren wel. Dat zou je kunnen zeggen, zeker. Maar als weg heb je dan... Ze drukken het zelfs uit als Butsu-do. Dat is de Boeddha weg. Maar je hebt ook Butsu-kyo. En met die kyo zitten we bij de geschriften. Dus dat is waar we het net over hadden. En wat men over het algemeen stelt... is dat de beide niet zonder elkaar kunnen. Dus je hebt de weg... In de beoefening, dat kan zijn reciteren, dat kan zijn mediteren. Maar je hebt ook de geschriften. Die horen bij elkaar. Dus het is voor ons soms een beetje een valkuil... om dan het boeddhisme als een praktische levensweg te verabsoluteren. Terwijl het wel degelijk een zeer verfijnd intellectueel bouwwerk is. En als je het mij vraagt, is dat ook wat die Japanse filosofie vorm geeft. Want Shinto... Vertel ons eerst nog, inderdaad. Dat wil ik Shinto zeggen. Is heel erg... Als je kijkt naar, levensfilosofie dus? Ja, je zou kunnen zeggen, maar het is ook in de architectuur. Het is heel erg rustiek. Hè? Zo'n schrijn, je komt door een poort. Je kan bijna geen eenvoudigere architecturale compositie bedenken. Je hebt twee pilaren met een balk er bovenop. Dan heb je de hanenbalk waar je onderdoor gaat. Het heet hanenbalk omdat dat verbonden is met de zonnekami. Hè? De kami aller kami. En dat is een hele... directe manier om dan je te verbinden met alles om je heen, waar die goddelijke kracht is. En de geestelijke ruimte. Ja, of je mag het wat mij betreft sacrale ruimte noemen. Oh ja. Als je onder die poort doorgaat, je weet dat is de scheiding tussen de wereld, zoals ik hem normaal gesproken waarneem, en de diepe verbinding die ik kan vinden tussen mij en de kami. Dus de sacrale ruimte vind ik op zich een manier om het uit te drukken. Maar heel erg rustiek dus. Terwijl het boeddhisme, oké. Dat komt uit India. 600 voor Christus was de Boeddha er. En dat heeft zich ongelooflijk vertakt. Dat is ook door allerlei talen heen gegaan. Hè? Sanskriet, Pali, Chinees, Koreaans. En dan komt het in Japan terecht. Dus ben je 1000 jaar verder. Ja, inderdaad. En wat mij betreft heeft die Japanse filosofie zijn specifieke karakter... door juist dat huwelijk, of dat allemaal gaan... van dat hele rustieke van Shinto... met dat intellectueel zeer uitdagende van het boeddhisme. En wat bedoel je met zeer uitdagend? Nou, kijk, wij zijn wel geneigd om van Zen soms een praktische weg te maken. Maar ik heb hier Zenmeester Dogen beschreven. En dat is echt, daar zit je op de ploeter hoor. Dat is echt studeren. Vanwege het feit dat hij dus die boeddhistische traditie kan overzien. En het allerlei vaatjes stapt en daar eigen dingen van maakt. Maar noem eens een concept. Moet ik dan denken aan de leegte? Of die non-dualiteit? Bijvoorbeeld. Welke concepten kunnen ons hier een eerste hint geven waar we het moeten zoeken? Nou, bijvoorbeeld het concept van het niet denken. Denk het niet denken. Kijk, bij Dogen heb je heel sterk de nadruk op meditatie. Maar niet alleen maar doen, maar hij heeft ook een formulering voor meditatie ontwikkeld. En dat noemt hij denk het niet denken. Wat een paradox is. En als je dat ook leest, daar moet je dus over na gaan denken wat dat is. Is het een paradox of is het gewoon een tegenstrijdigheid? Nou ja, het lijkt erop dat hij je uitnodigt om iets met elkaar te verbinden, wat je normaal gesproken niet zo snel op één hoop zou gooien. En ik heb wel eens gewoon bij mezelf gedacht van... Ja. In de modus van de meditatie. Ik weet dat jij ook veel mediteert. Dat heb ik gehoord op mijn podcast. Die had met Misha. Trouwens een leuk om ook nog te luisteren. Als je meer wil weten over Michel. Dan doe dat. Maar dat jij ook mediteert. Nou, dat doe ik ook. Eigenlijk zou mijn vraag zijn. Kun je zeggen dat meditatie zelf een manier van denken is? Kun je zeggen dat je
Want meditatie is duidelijk niet denken. Het is juist gedachten loslaten. Mm-hmm. En het is juist een verbeelding. Maar op een bepaalde manier is het ook voorbij de verbeelding. Maar kun je zeggen dat die dimensie die die Dogen benoemt? Dat je dat het cultiveren van de innerlijke houding. Het cultiveren van de verhouding die je in jezelf ten opzichte van jezelf kan aannemen. Ja, zit ik dan in de richting? Ja, ik kan me daarin vinden, Jelle. Ja, ik denk dat als Dogen zegt denk het niet denken, is een manier van denken. Of zoals jij ook mooi zegt, een denkhouding. Dus het is, en jij zult die ervaring ook kennen, je zit op je kussen, oh nee, die gedachte, die herinnering, dus van alles wat constant aan je trekt. Hè. Je wordt geconfronteerd met een innerlijke veelheid. En dan is het punt, normaal gesproken ben je geneigd om in de inhoud van je gedachten te gaan zitten en daar meer of minder mee te identificeren. Wat vaak tot allerlei negatieve gedachten en gevoelens opnieuw kan leiden. Nou ja, alleen, of tot oplossingen gewoon. Dus ja, of tot oplossingen. Ja, als je meditatie... Dat is ook nee, gewoon als je gewoon een gedachte hebt. Bijvoorbeeld ja. Ik zit op de fiets en ik zit aan iets te denken. Ja. Dat kan zomaar verdwijnen. Maar het kan ook zo zijn dat ik denk... ik kom op een probleem. Ik zoek het later op internet uit en ik heb het opgelost. Maar het hoeft niet altijd deprimerend te zijn om bij wijze uit te denken. Ja, maar ik bedoelde meer in de context van je kussen. Ja, dus oh, als je dan... Ja, want natuurlijk op de fiets of wandelen is prima om filosofische gedachtegangen te ontwikkelen. Maar als je op de context van je kussen zit, is eigenlijk ook onder die druk. En dat zeg ik wel met een bedoeling, want je zit in de zen-meditatie rechtop met een bepaalde handpositie. Vooral dat de ruggengraat recht is heel erg belangrijk. En dat is, als je dat lang doet, dat is ook niet heel erg comfortabel. Dat is precies de bedoeling. Hè? Het heeft ook een beetje een connectie met yoga. En yoga komt van een Sanskriet worteltje, dat heet yuj, en dat is ons juk. Dus je neemt een soort juk op je, een soort training ga je in. En als je dan zit, dan denk je van, oh, dan heb ik die gedachte, maar daar mag ik niet aan denken. En zo zit je jezelf constant eigenlijk in de weg. Ik denk niet dat bij meditatie dat je letterlijk niets kunt denken. En dat is volgens mij ook helemaal niet de bedoeling, tussen aanhalingstekens. Maar als je het niet denken denkt, dan betekent dat je aan niets hecht wat zich op dit moment in je geest voordoet. En dat kan een ruimte genereren, of misschien preciezer gezegd, je zicht geven of besef van een ruimte die er al was. Kijk, aan de Boeddha worden dan die woorden toegeschreven van laat je gedachten als wolken aan je voorbij trekken. En wat is dan die ruimte, hè, waar die wolken zich in bevinden? En Dogen met zijn formulering denk het niet denken, legt denk ik zijn vinger op die dynamiek die er in jou gaande is. Hè. Je hebt een bepaalde gedachte, of je kunt ook een bepaald sterk gevoel hebben, misschien een heel positief gevoel. En de kunst, en daarin faal je altijd wat mij betreft, de kunst is dan om dat zoveel mogelijk los te laten. Ja, helder. Is het bij jou ook wel zo dat er dan opeens maar zo'n draak door je hoofd heen spookt, of dat de verbeelding op hol slaat als jij mediteert? Nou nee, dat niet zozeer. Maar wel dat als je dan ophoudt, dat je denkt van ik heb er weer een zootje van gemaakt. Hè? Veel te veel toch gedacht. Oh ja, ja. Ja, en ik heb streng naar jezelf. Nou, ik weet niet. Het is niet gelukt, dat gevoel. Je moet jezelf dan ook weer vergeven, want je moet dat hele proces, dat moet je van onthechten. Maar ik heb het in een ander boek, heb ik Beckett erbij gehaald, want ik vind dat gedicht van Beckett. Samuel Beckett. Ja, vind ik heel goed, want Beckett heeft die woorden van ik heb het altijd geprobeerd, maar ik heb altijd gefaald. Mm. Het maakt niet uit. Mm. Probeer het opnieuw. Faal opnieuw, faal beter. En wat mij betreft is dat het. Hè? Want er is uiteindelijk natuurlijk geen ultieme standaard. Maar de techniek is buitengewoon eenvoudig. Ga zitten, concentreer je op je adem. Hecht niet aan je gedachten, hecht aan niks wat in je geest is. Je snapt het zo. Ja. Maar je kunt volgens mij nooit zeggen dat je het kan. Tussen aanhalingstekens. Hmm. Dus je bent altijd, nou ja, dus doemd tot oefenen. Ja, of tot steeds beginnen. Hè? Zen mind, beginner's mind. Dat klopt ook wel vanuit die optiek. Hmm. Terwijl je toch ook wel weet dat als je het vaak doet, dat je dat juk veel beter kunt dragen. Ja, of het is... Dus het is bij uitstek ook een praxis waar je wel leermeesters en leerlingen hebt. Ja. Dus het is dan ook wel weer een vorm van bescheidenheid om te zeggen dat iedereen een beginners mindset heeft in zen.
Ja, en je kunt natuurlijk ook heel arrogant over je beginners mind doen. En dat gebeurt natuurlijk ook wel. Maar de goede meesters die tikken dat weer onder hun leerlingen weg. Ja. Die kunnen daar ook weer van onthechten. Ja. Oké, okay, ja. Nou die conceptuele verfijning nog even hierin. Dus waar moet ik dan aan denken? Dus we hebben het loslaten. De wolken die voorbij drijven. Dus je komt dan bij concepten als introspectie. Of waar moet ik aan denken? Wat zijn nou belangrijke lijnen in die meer... Ja. En dat reciteren, en waar wijst die filosofie op? Ja, het is een hele scala, eigenlijk een heel veld van concepten waar je op uitkomt. Maar als ik me eerst even tot Dogen beperk. We hadden het over die metafoor van laat je gedachten als wolken aan je voorbij trekken. Wat is die hemel? Hè? Wat is die ruimte waarin die gedachten dan zijn? Nou, je zou kunnen zeggen onze oorspronkelijke vrijheid of zo. Hè, die in het boeddhisme met verlichting wordt aangeduid. Oh ja. En het interessante bij Dogen, tenminste hij heeft zijn eigen biografie gestileerd, heel sterk hoor, maar hij zegt dat hij met het probleem zat van, aan de ene kant hoorde hij het leerstuk van Mahayana boeddhisme, iedereen is al verlicht. En aan de andere kant was hij in een school, hij was toen nog geen zen boeddhisme, hij was in opleiding met de Tendai school, zag hij allemaal monniken studeren, reciteren, mediteren. En Dogen vroeg zich af, maar waarom? Toch al verlicht. Waarom zou je dat doen? Na een heleboel omzwervingen vindt hij het antwoord bij zijn meester in China. En dan blijkt dat op het moment dat je op je kussen gaat zitten in zazen, dan ontdek je de verlichting die er al was. En dan zie je dat jouw beoefening en jouw... Ik kan niet anders dan heel technisch uitdrukken met het begrip realisatie. Dus het besef, of hoe je het ook maar wil noemen, van de verlichting, dat die één zijn. En dat is dat concept funi, wat je ook eerder liet vallen. Dat is niet twee. En dat is dus een subtiel concept. In die zin dat niet twee wil niet zeggen dat twee dingen één grote soep worden of zo. Dat je ze niet meer kan onderscheiden, maar het is een afstemming. Nou ja. Dus in het geval van beoefening bij Dogen, op het moment dat ik ga oefenen, ontdek ik de verlichting die ik al had. En de verlichting die ik al had, kan ik alleen maar ontdekken in de beoefening. En dat zo op elkaar afstemmen van dingen zie je ook heel, heel praktisch. Ik heb een paar keer het klooster van Dogen mogen bezoeken, Eheiji, nabij Kanazawa. En als je dan kijkt naar hoe dat gebouw in de bergen, in die bergachtige omgeving is gebouwd. Dat is ongelooflijk. Je ziet het, maar je kunt het niet zeggen. Als je naar een berg kijkt, heb je het gevoel van, hey, maar dat is eigenlijk nog een stuk muur van het klooster. En als je naar een kloostermuur kijkt, denk je, ja, maar dat lijkt wel een berg. Natuur en cultuur helemaal, ook funi, hè? Niet twee, helemaal op elkaar afgestemd. Ja. Mooi voorbeeld. Ja, en je noemde net introspectie, dat is het zeker. Ja, het is naar binnen gaan, de meditatie, maar als het goed is, laat ik me voorzichtig uitdrukken, neem je die openheid die je in introspectie hebt ontdekt, mee naar buiten. Dus in het mooiste geval kan ik ook alles en iedereen meer ontmoeten, dieper ontmoeten. Een grotere connectie. Dus het leidt zeker niet tot een soort spirituele navelstaderij, maar juist tot een optimaal, verzachting. Ja, verzachting, maar ook een optimaal functioneren eigenlijk in het netwerk. Want kijk, Dogen had een kloostergemeenschap, hè? Dus wie ben jij? Nou, het knooppunt in het netwerk, waar ieder knooppunt dus ervoor het andere knooppunt is en ook kan ondersteunen. Mits helder. Mooi toegelicht. We gaan er zo op terugkomen. Ja. Shinto, boeddhisme, Confucianisme. Ja, en dan moet daar ik ook nog meer over weten. Een kanttekening plaatsen, want het is neo-Confucianisme. En nou ja, dat wil zeggen, Confucius is een tijdgenoot van de Boeddha. Dus dan zitten we weer 600 voor Christus. Maar daarna heb je dus ook die enorme geschiedenis van het Confucianisme in China. En die nadere uitwerking, gaande de Chinese middeleeuwen, noemen we neo-Confucianisme. En dat is ook eigenlijk de tak die in Japan bekend is geworden. Confucius was wellicht een ongelooflijk geïnspireerd mens, maar niet een systematisch denker. En dat wilde hij ook niet zijn. Maar dat betekent dat je, dat heb je bij de Boeddha trouwens ook, hè? Dat betekent dat je je volgelingen met grote problemen opzadelt. Want een heleboel vragen zijn niet beantwoord en daar moet toch op een of andere manier een antwoord of een theorie bij komen. En een van die vragen was de menselijke natuur. Zijn we geneigd tot het goede of zijn we geneigd tot het kwade? En die discussie zie je in het Japanse
Confucianisme ook heel sterk. Hm. We zitten hier trouwens al echt... Ethische discussies. Ja, ethische discussies en staatkundige discussies. Hm. Want het Confucianisme gaat inderdaad om hoe kan ik de staat... Nou, je mag best het begrip deugd gebruiken. Want zoals je ook al zei, het Aristotelische paradigma en het neoconfucianistische paradigma, dat heeft veel van elkaar, hoor. Er zijn echt parallellen wel aan te wijzen. Dus hoe kan ik een deugdzame staat creëren? Ja. Waarbij ook iedereen tot bloei kan komen. We zitten hier trouwens in de geschiedenis wel een stukje verder, hoor. Want boeddhisme is hoofdzakelijk middeleeuws. En nu zitten we al in 1600, 1700. Je hebt een denker die heet Itō Jinzai. En die Itō Jinzai, die is heilig overtuigd van de goedheid van de menselijke natuur. En hij komt met een voorbeeld, wat in China ook heel belangrijk is geweest, van een navolger van Confucius, meester Meng of Mencius, zoals hij bij ons meer bekend staat. En Mencius zegt, op het moment dat jij plotseling een kind ziet dat in een put valt, nog voordat je erover hebt nagedacht, heb je hem al gered. Dat is niet omdat je het stemgeluid van het kind niet kan verdragen. Dat is niet omdat je in een goed blaadje wil komen met je ouders. Maar dat is omdat dat onze natuurlijke neiging is. En op grond van zulke soort verhalen bouwt Jinzai dus zijn theorie van de mens is tot het goede geneigd. En de vorst zou eigenlijk de beste, de moreel hoogstaandste persoon moeten zijn in het Rijk. En de deugd van die vorst zou moeten uitstralen op alles en iedereen. Nu wordt het helaas weer ingewikkeld. Die vorst daarmee wordt dan niet de keizer bedoeld. De keizer heeft veelal in de Japanse geschiedenis een ceremoniële functie. Maar we hebben het over de shogun. De militaire heerser. Dus de Japanse Confucianisten probeerden dicht bij de shogun te komen en hem te adviseren. Hm. En nou, je kunt het wel raden, die had daar natuurlijk helemaal geen oren naar. Dus waar de Shinto en het Boeddhisme toch meer, hoewel niet plat, maar wel meer horizontaal georiënteerd zijn. Ook in spreken over leerlingschap en zo. Zit er meer hiërarchie in het Confucianisme. Dat kun je wel zeggen, ja. En macht. Ja, want het is ook, je hebt een aantal deugden, laat ik maar noemen. Dus het is medemenselijkheid. Dus wat ik niet wil meemaken, doe dat een ander ook niet aan. Dat is de gouden regel van Confucius. Maar je hebt ook nog plichtsbesef. Hm. En dat plichtsbesef heeft heel erg te maken met ook je plek in de maatschappij kennen. En die maatschappij is inderdaad strikt hiërarchisch geordend. Als we het hebben over de Tokugawa of Edo-periode, waarin het Confucianisme bloeide, dat zijn ook de nadagen van de samurai en zo, dan heb je duidelijk maatschappelijke klassen en iedereen heeft zijn plek en heeft een bepaalde invloed. En daar kun je niet aan onttrekken. Hm. En het is eigenlijk wat je tot op de dag van vandaag ook in het straatbeeld van Japan ziet, van nou, ga echt niet door rood oversteken of zo, want je bent bij wijze van spreken direct een paria. Dus men is heel erg op elkaar afgestemd. Of ook van mijn... Gezagsgetrouw. Ja, gezagsgetrouw. Dat komt vanuit het Confucianisme. Dus ik heb mijn werk al lang klaar, maar mijn chef is nog niet klaar. Dus ik blijf wachten tot hij weggaat. Dan ga ik pas weg. Oh ja. Want dat is de hiërarchie. Hm. En dat... Vreselijk. Dat, ja, maar dat, ja dat... Dat, vreselijk aan de ene kant. Aan de andere kant heeft het fabelachtige mogelijkheden. Want kijk naar Japan heeft natuurlijk ook zijn wirtschaftswunder gehad. Ja, na de jaren 90 pas. Juist, ver na de Tweede Wereldoorlog. Nou, de aanloop is natuurlijk duurt iets langer, maar het is het punt van hoe kan dat? Hè? En dat heeft te maken met die Confucianistische discipline inderdaad. Ja. En dan wordt het helemaal een sterke combinatie, de boeddhistische zelfloosheid. Want als ik mijzelf plaats in mijn bedrijf, dan ga ik tot het uiterste voor mijn bedrijf. Ja, een zekere vergoddelijking van de leider. Nou ja, het is in ieder geval... Het is moeilijk om, ook als jij weet dat jouw baas een besluit neemt dat niet rationeel is, om dat dan te zeggen. Dat kan wel hoor, maar binnen hele specifieke kaders en met ongelooflijk veel beleefdheidsfrasen. En je mag zeker niet te ver gaan. Hm. Dus wat dat betreft is Japan van de buitenkant met de technologie hypermodern. Maar die binnenkant is heel erg traditioneel. Ja, interessant. Ja. Dat is een interessante paradox. Ja, het is schizofreen bijna. Dat brengt me trouwens wel op een volgend themacomplex. Want we hebben wat over Shinto, Boeddhisme en Confucianisme besproken. Dus dat is een leuke inleiding. Ja. Ik hoop dat jullie dat ook vinden thuis.
Ja, Japan is natuurlijk ook gemoderniseerd. En modernisering hier. Goed, je hebt het boek van Atom Eigenhoofd gelezen. Het goede leven, de vrije markt. Maar wij interpreteren dat eigenlijk gewoon ook vrij klassiek. Namelijk het proces van rationalisatie. Waarbij het individu de gemeenschap van zich afschudt. En niet langer gelooft in de instituties. Ook niet meer echt in religie trouwens. En vanuit zichzelf gaat leven. En modernisering in die zin ook als wat we vinden met de wetenschappelijke revolutie. En letterlijk met de secularisatie, met de industrialisatie. En een proces dat zijn beslag krijgt in de 16e, 17e, 18e eeuw. Maar eigenlijk nog steeds voortdendert. We zitten in zekere zin in een hypermoderniteit. Maar ook met een ambivalente erfenis. Want we zien het als een emancipatietraject. Mensen die loskomt van instituties en vooroordelen. Maar we zien het ook als een knechting. We zitten nu wel vast aan het kapitalisme. We zitten vast aan een hele stevige staat. Je moet heel gedisciplineerd leven in de moderne context. En reacties die daarop komen. De romantiek bijvoorbeeld. Die zegt van het is wel heel eenzijdig dat moderne leven. Er is ook kunst en verbeeldingskracht. Maar die romantiek is nog steeds niet altijd helemaal toegelaten. De gemeenschapszin wordt wel teruggevonden in het familieleven of in de staat of bij de voetbalclub, maar wordt ook niet helemaal toegelaten. Want eigenlijk ten diepste is ons moderne wereldbeeld toch de mens die alleen rationeel keuzes maakt en probeert behoeftes te bevredigen. Deze problematiek, hè, zoals nu neergezet, die speelt natuurlijk op heel veel plekken in de wereld. Hoe gaan de Japanners hiermee om? Ja, dat is heel erg complex. Want het zijn, ik noemde net ook al een beetje dat schizofrene. En dat zie je hierbij ook. Want aan de ene kant is Japan natuurlijk een grote speler in de wereldeconomie en dergelijke. En viert kapitalisme daar ook hoogtij. Maar aan de andere kant heb je die hele traditionele kant van Japan, die ook altijd is blijven staan. En ik denk dat ik het beste iets over kan zeggen als we in de geschiedenis duiken van modern Japans denken. Ja. Dus dat is denken na de tweede helft van de 19e eeuw. Dus na wat ze noemen de Meiji-restauratie. Ja, misschien nog één ding. Kijk, de westerse filosofie is natuurlijk ook heel erg radicaal meegegaan met de modernisering. Die hebben ook de mond vol van onderdrukking, van bevrijding. Zo iemand als Sartre bijvoorbeeld. Ja. Of in zekere zin Kant al. Je hebt wel tegendenkers zoals Heidegger, die je ook in je boeken aanhaalt trouwens. Omdat er wel verwantschappen zijn met Japanse filosofie. Maar dat zijn dus ook eigenlijk tegen moderne denkers, misschien anti-moderne denkers. Hè? Ja. De meeste filosofen bij ons, die gaan eigenlijk dus mee met die. Ja, waar een hele grote. Je wilde in de 19e eeuw. Ja, nee, maar waar een hele grote moeilijkheid, wat echt een knelpunt is, is de status van het individu. Hè? Want wat jij schetst vanuit het westerse denken, is dat heel duidelijk. Hè? Als je het individu inderdaad opvat als van eerst waren we onmondig en daar hebben we onszelf uit moeten bevrijden. Ja. À la Kant, en dat zet zich maar voort. En de romantiek, daar zit natuurlijk ook een heel stuk ervaringscultuur achter. Het is zeer de vraag of je zo'n individu-concept kunt denken in de Japanse context. Ik denk het eigenlijk niet. We hadden net over die drie doos, die stromingen. En wat ze gemeen hebben, is dat de mens altijd gezien wordt als een knooppunt in een aantal relaties. Dus of het is de relatie met goddelijke krachten en machten, en natuurlijk de mensen die je in de wereld aantreft die daar ook mee te maken hebben, of in het Zen-klooster, ik maak onderdeel uit van die gemeenschap, of als ik de verlichting ontdekt heb, ik voel verbondenheid met alles wat is. Ik ben in dat grote parelnet, ben ik één parel. Of in het Confucianisme, in al die hiërarchische structuren. Dus in die zin heb je niet zo'n massief concept van het individu in Japan. En dat zie je tot op de dag van vandaag. Dus in die zin kun je het begrip moderniteit heel erg problematiseren. Maar als we naar de moderne Japanse geschiedenis, filosofiegeschiedenis gaan, zien we denk ik wel iets interessants. Want je noemde net ook al Heidegger. Dat is een hele best wel curieuze episode. Maar de Japanners die gingen al heel vroeg, begin van de jaren 20, al bij Heidegger en Husserl op bezoek. En Husserl heeft ook bijvoorbeeld via de Japanse filosoof Tanabe, die genügend Duits sprak, kennis kunnen nemen van Japanse filosofie. Dus het is een hele interessante kruisbestuiving die daar plaats heeft gevonden. Maar de Japanners die zijn natuurlijk ook naar Duitsland en naar Frankrijk gegaan om zich in het westerse denken
te verdiepen en ze nemen dat mee en vervolgens doen ze er iets mee. En dat is het belangrijke. Zoals ze vroeger iets deden met Chinees denken, doen ze dat vanaf de tweede helft van de 19e eeuw met Westers denken. En welke elementen kiezen ze? Die naadloos aansluiten bij wat ze zelf al bedacht hebben. Dus je hebt een persoon, grote denker Nishida. Hm. En Nishida is zeer geïnteresseerd in fenomenologie, omdat hij daar diepgaande parallellen ziet in een bijvoorbeeld meditatieve waarneming van de werkelijkheid in het boeddhisme. Hm. Hij citeert Fechner. Wat citeert hij van Fechner? Wel, ik zat vanochtend op het terras en opeens zie ik alleen nog maar. Het licht komt bij me binnen, ik hoor de geluiden van de insecten, ik ben pure waarneming. En hij is ook heel erg geïnteresseerd in William James, Nishida, vanwege die pure experience. Dus het zijn precies die elementen die gekozen worden die eigenlijk aansluiten bij de traditie. Oh ja. Dus als je naar die boeken kijkt van een persoon als Nishida, dan is het wel het in die tijd state of the art westerse jargon wat ze introduceren in Japan. Maar de inhoud, het hart, of hartgeest, kokoro, dat klopt nog 100% Japans. Ja, ja, ja. En ja, dat is ook het schizofrene wat je in het straatbeeld ziet. Dus je kunt een hypermoderne flat hebben met daarnaast een tiptop onderhouden Shinto-schrijn. En het hart ligt echt in die schrijn, hoor. Dat woord hart, hè? Dat, ja. Je gebruikt het ook wel in je boek, hartgeest. Graag je reflectie erop, ook weer met het oog op dat de moderne wereld op een bepaalde manier natuurlijk harteloos is. Ja, ja, gek genoeg. De moderne wereld is natuurlijk veiliger en moreler dan de pre-moderne wereld. Maar hij is ook hardvochtiger op een andere manier. Namelijk dat mensen inderdaad vanuit hun hoofd werken. Ja. En dat het ook, dat wij ook eigenlijk weinig... Ja, we hebben wel woorden. Hartstocht of koud om het hart. Maar dat zijn meer zegswijzen en meer wijsheid in de taal. Zelfs in de psychiatrie of zelfs in de psychoanalyse zijn we toch eerder geneigd om, wanneer het niet over het hoofd gaat, meteen maar naar de dierlijke kant te gaan. De driften. Maar kennelijk speelt die notie in het Japanse denken wel een grote rol. Ja, en het is zo mooi wat je zegt ook met dat we het hart met het emotionele en het dierlijke en het bandeloze willen verbinden. Maar dat is in dit begrip hartgeest helemaal niet. Kijk, het is ook ontzettend lelijk. Ik kan het niet anders uitdrukken dan hartgeest. Het Japans heeft kokoro. En de Chinese uitspraak daarvan is shin. Maar kokoro, dat heeft ook iets heel erg intiems en persoonlijks. Dat is eigenlijk de dimensie die erin zit. Het is wie je eigenlijk bent. Maar dan wel, ik kan me niet anders dan zo uitdrukken, als procesgedacht. Dus hartgeest wil zeggen dat een klassieke Japaner of klassieke Chinees die denkt met zijn hart. Dus het is het zetel van denken en voelen. Er is geen oppositie tussen emotie en gedachte. Je kunt het ook... Maar is emotie het woord? Is dat het woord? Nou ja, je zou kunnen zeggen, ja, of gevoel. Of dat hele spectrum in een geval wat je in jezelf waarneemt en wat je niet rechtstreeks in een gedachte kunt vatten. Dus ik zou zeggen, je kunt het ook, en dat is wellicht ook meer de bedoeling, het procesmatig uitdrukken. Dus kokoro als het proces waarin denken voelen en voelen denken wordt voortdurend. Dat kun je niet van elkaar scheiden. Dus dat is ook opnieuw niet twee. Nou is het punt, we hebben allemaal die hartgeest, maar wat is onze houding met de hartgeest ten opzichte van alles wat ons omringt? En dat kan een houding zijn vanuit zelfzuchtigheid. En dat kun je misschien wel een beetje verbinden met het dierlijke wat je net noemde. Dus in ieder geval onbereflecteerd. En in de Chinese geschriften van Zwangse, Taoïstische geschriften, die ook bijvoorbeeld Zen diepgaand beïnvloed hebben, heb je een hele mooie formulering. Ik kan wel zien dat je hartgeest nog vol lianen zit. Dus geen doorzicht, geen inzicht. Je bent in de greep van je eigen oordelen en vooroordelen. Nee, in je boek zeg je ook dat het hartgeest verbonden wordt met de spiegel. Ja, dat is het tweede. Dus je kunt inderdaad zeggen, van mijn hartgeest zit vol lianen, maar ben ik in staat om die lianen door te knippen, dan komt het beeld van de hartgeest als spiegel. En opnieuw in de Chinese teksten wordt gezegd, wij zijn maar klein, hè? Maar onze hartgeest is een spiegel van hemel en aarde.
Dus die kan alles wat is reflecteren. Hmm. En dat reflecteren, dat betekent in deze metafoor zoveel als openheid geven. Gerard Visser heeft dat ook heel mooi benoemd als ontvangstruimte. Dat vind ik ook een woord wat hier mooi bij past. Dus in de mate waarin ik los kan komen van mijn eigen fixaties, obsessies, oordelen en vooroordelen, in die mate heb ik ruimte voor de ander en het andere. En dat is dus een weg die in het boeddhisme onder andere met meditatie beoefend wordt. Maar in het confucianisme door middel van de deugd. En Shinto door je te verbinden met de kami, want alles is immers kami. Dus dat is een grenzeloze weg van openheid en eigenlijk het uitzuiveren van je denken en voelen. Mm-hmm. En dus als je bijvoorbeeld in Japanse horeca bent, nou ja, je maakt snel zulke dingen mee. Hè? Je glas is leeg en er staat een serveerster in de hoek en je beweegt met je pupil. Hè? Alleen dat, daar staat ze voor je. Ja, die gevoeligheid. En als je het mij vraagt, want je had het over onze tijd, hè, die misschien harteloos is. Als je het mij vraagt, zijn we er allemaal toe in staat? Maar je moet een weg hebben, hè? Je moet er taal voor hebben om het door te kunnen exerceren. En ik hoop zelf ook een beetje, natuurlijk ook een beetje als mijn werk als historicus van de filosofie, dat als je in de spiegel van het verleden kijkt, dat je daar eigenlijk die wegen aantreft. Ja. Die ons wijzen op dingen die wij hier en nu ook zouden kunnen beoefenen. Ja, 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 mooi gezegd. Nog even een vraag over die hartgeest. Hoe zit het in de Japanse filosofie met de lichamelijke localisatie? Bijvoorbeeld het idee van chakras of energie. Mm. Ja. Dat proces van... is dat zoiets, zou je dat zo kunnen conceptualiseren? Is dat ook iets wat jij in je meditatiepraxis op deze manier kan verbinden? Want wat, zoals je er net over sprak, was heel hoofdelijk zo gezegd. Ja. Het losmaken van gedachten als doel. Ja. Niet tevreden zijn enzovoort. Dat is allemaal nog steeds heel hoofdelijk. Terwijl het kan natuurlijk ook een als je het met yoga verbindt, een lijfelijke ervaring worden. Dus het loslaten van het hoofd. Maar niet naar de driften toe, maar naar het hart. En dat ook letterlijk als een ruimte, of een ontvangstruimte. Nou, dat klinkt misschien wel heel zacht, maar in ieder geval een spiegel of een openheid. Is dat iets wat je ook lichamelijk als energie, of zijn het constructen, concepten, of zit het bijvoorbeeld in termen van chakras, zit het toch in... Ja. Is het ergens voor die Japanse traditie? Of is dat, haal ik dan dingen door elkaar? Dat is een prachtige vraag, want het is een hele lastige. Want als je zegt van, is het alleen hoofdelijk of zit het ook in het lijf? Kijk, dat onderscheid is er al niet. Dus deze vraag is bijna niet aan te pakken. Nee. Want je hebt, om naar het boeddhisme te gaan, ook van Dogen heb je het woord Shin-Yin. En dat betekent lichaam-geest. Dus de mens is lichaam-geest. Ja. Dus je kunt die dingen niet los van elkaar zien. Ja. Misschien is het in het Westen gewoon zo dat de geest gelokaliseerd is in het brein. Ja. En dat het in het Oosten ook zo is, maar dat het ook in het lichaam zit. Ja. Dat natuurlijk ook in het Westen zo is, maar zo conceptualiseren we het niet. Nou, laten we zit zeggen... Er zit heel veel geest in je handen als je kunt timmeren of kunt programmeren. Dan weet je dat al, weet je wel. Het is een interactie natuurlijk. Het is ook tactiele kennis. Ja. Maar dat zit dan dus ook in je hart. Nou, ik refereer aan die chakras bewust, omdat die in dat schema worden er allerlei energieknooppunten geïdentificeerd die echt heel moeilijk vanuit een westerse invalshoek benaderbaar zijn. Ja. Ja, dus ja. En dat kan helemaal. We beginnen bij het hartchakra, bijvoorbeeld het keelchakra. Ja, wat is het voor een rare iets, een keelchakra? Je bedoelt gewoon praten, je bedoelt je stem, je bedoelt stilte. Nee. Ja. Het is toch meer dan dat. Ja, dat is heel ingewikkeld. Ja, dat kan allemaal hoor, die chakras. Want als we naar de premoderne denkers gaan, Kukai was een denker die het esoterisch boeddhisme uit China heeft gehaald. Dus die werkt inderdaad met die chakras. Mm. En als je die inderdaad allemaal kunt openen, dan heb je de bevrijdende visie. Ja. Dus dat is daar die manier. Maar als je dan gaat naar de zen-meditatie, dan ga je focussen op, en als je toch een soort van lokalisatie wil hebben, op hara. Hè? En dat is eigenlijk ook waar je vitale kracht zit. Mm. Maar als je bij een school zoals het Zuivere Land bent, dan kom je met elkaar samen en dan ga je reciteren. En het is door het geluid wat je maakt en de mantra die je richt tot een kosmische boeddha, daarin zit het hem. Dus er zijn allerlei vormen van belichaming in die zin. Maar als je het hebt over hart-geest, dan is het eigenlijk, het slaat op ons hele wezen, op ons lichaam-geest als één, als ons voelen en denken als één. Hm. En dat als geheel verfijnen,
om je te verbinden is volgens mij een van de rode draden uit het Japanse denken. Nou, mooi gezegd, verfijnen. Dat is nog iets anders dan analytisch onderscheiden natuurlijk. Zeg, ken jij Yukio Mishima? Ja. Ja, ik hou erg van dat werk. Zeker, ja. Dat is namelijk een opmerkelijk levensgeval. Een schrijver. En ik dacht dat hij uit de jaren 20 kwam. En ja. Volgens mij heeft hij de jaren 70 niet meer helemaal gehaald. Maar dat mogen jullie thuis opzoeken als het je moet. Ja. En dat is een schrijver die vrij beroemd was in zijn tijd. Maar hij schreef ook allemaal andere dingen behalve romans. Volgens mij ook wel filmscripts en zo. En hij was ook een marketingfiguur. Dus hij zat veel in reclames. Een soort halve bodybuilder en vechtsporten. En die heeft volgens mij heel uitdrukkelijk het thema modernisering gethematiseerd in zijn schrijven. Dus in zijn romans, ik heb er al een paar van gelezen, daar ontmoet hij vaak mensen die dan een volgende roman in een reïncarnatie ontmoet. Het is heel bloemrijk met heel veel beschrijvingen van de natuur geschreven. Dus ik vond uiteindelijk nogal behoorlijk doorbijten zelf. Maar ik heb er wel wat van gelezen. Maar in zijn cultuurkritische geschrift ontdekte ik dat hij dus ook wel bezig was in zijn tijd met eigenlijk het herstellen van een meer spirituele visie op generaties en op karma en zo. Binnen een moderne setting. Bijvoorbeeld ook in zijn taalgebruik, puttend uit allerlei symbolen uit het Japans die niet meer veel worden gebruikt, maar ook dus thematisch erg geïnteresseerd is van ja, hoe kunnen we nou de traditie, je had er zelf nou ook over, hoe kunnen we die behouden in de moderne wereld? En ik vond het zo'n fascinerend verhaal, want hij is dus heeft uiteindelijk een putsch gepleegd. Hè? Hij wilde eigenlijk hij heeft zichzelf soort tot keizer gekroond. Allemaal mislukt. Ja. Heeft een eigen leger op de been geholpen. Maar hij wilde echt voor het echte Japan opkomen en de samurai cultuur herstellen. Maar heel paradoxaal, want hij was dus ook een soort sekssymbool en reclamefiguur die helemaal de moderne wereld helemaal heeft uitgebuit. In de zin van, ja, hij heeft het helemaal op zichzelf toegepast. Fitboy worden. En romancier die alles overdrijft. En tegelijkertijd die diepte gezocht. En merkwaardig genoeg uiteindelijk ook zelfmoord gepleegd. Of harikiri, zoals dat geloof ik niet moet worden genoemd. Seppuku. Maar zoals wij het in het Westen noemen. Ja, seppuku. Ja. Ja. Hele bizarre levensgeschiedenis. Maar omdat hij zo dat thema van hoe kan ik nou overleven in de moderne wereld op een Japanse manier letterlijk heeft uitgezocht in zijn leven en zijn boeken, vond ik dat van, ja, graag jouw gedachten erover. Ja. Want ik vond het ook wel weer heel westers op een bepaalde manier, maar toch ook weer, zijn vraag is echt, hoe kan ik in de westerse tijd mezelf zijn? Ja. Ja, dat is heel. Mishima is een eindeloos fascinerende figuur. En ook echt een grote charmeur in zijn proza. Want als je één zin leest, dan wil je de volgende lezen. Ja, hij is ook iemand die van zichzelf zei: dan ga ik 's nachts zitten. En dan komt er een zin en dan komt er nog een en nog een enzovoort. Dus het stroomde ook eigenlijk altijd bij hem. Maar wat hij had veel talent, zo maar. Hij had heel veel talent, ook als media persoon. Maar wat je zegt klopt, denk ik, in zijn leven, in zijn schrijven zit die enorme spanning inderdaad tussen de moderne westerse invloeden en het traditioneel Japanse. En die diepe bekommernis over de weg die dan verloren zou zijn. En dat is voor hem vooral de weg van de samurai, moet ik zeggen. Maar eigenlijk kun je op een bepaalde manier dat contrast weg laten vallen. Ik wil als voorbeeld nemen zijn bekendste boek, Het Gouden Paviljoen. Waardoor Cornelis Ouwehand heel mooi vertaald is. Ja, die heb ik dan niet gelezen. Ja, maar zou ik dat nog eens moeten proberen? Het kan nooit kwaad. En het zijn ook meer beschrijvingen van innerlijke processen dan natuurbeschrijvingen die daar de boventoon voeren. Dus in die zin een ander boek dan waar je eerder naar verwees. Nog één keer de titel? Het Gouden Paviljoen. Het Gouden Paviljoen. Kinkakuji, Het Gouden Paviljoen. Ja, dat kun je ook bekijken in Kyoto overigens. Het Gouden Paviljoen is afgefikt door een monnik die ze naar eigen zeggen niet helemaal meer op een rijtje had. En dat gegeven neemt Mishima als uitgangspunt voor zijn roman. Hij heeft die monnik ook opgezocht. En die monnik heeft op een gegeven moment zoiets tegen hem gezegd van ja, het was een te grote schoonheid, dat gouden paviljoen. Dat kon ik niet verdragen. Het is ook een fantastisch gebouw. Inderdaad met gouden wanden en een spiegelgladde vijver eromheen. En je kunt een mooie foto langs de toeristen heen maken, dan is het heel erg idyllisch. Maar als je 1 millimeter met je camera beweegt, zie je hoe het echt is. Iedereen staat zich bij het hek te verdringen. Maar dat tezijde. Dat gouden paviljoen is voor de hoofdpersoon van die roman een ware obsessie.
En er zitten ook allerlei soort van Freudiaanse structuren in. Want dat gouden paviljoen zit hem eigenlijk in de weg om zichzelf te kunnen ontplooien. Dus er zit hier ook een flinke scheut existentialisme, al dan niet via Sartre in. Dus je het heft in eigen handen nemen, je eigen leven ontwerpen. En die hoofdpersoon die besluit uiteindelijk dus om het gouden paviljoen in de as te leggen. En hij bekijkt het dan van een afstandje. Zo sluit de roman. Dan kun je er twee kanten mee op. Je kunt zeggen van, kijk, dit is de zegen van de moderniteit. Hè? Dit is het individu wat zich losmaakt van, dit is een boeddhistische tempel. Hè? Het gouden paviljoen, de zen-tempel ook nog. Dus die laat het allemaal achter zich. Maar je kunt het tegelijkertijd in een heel, eigenlijk een orthodox zen perspectief plaatsen. Want als ik een beeld heb van mijn verlichting, van mijn realisatie, is het eerste dat ik moet doen, daarmee afrekenen. Dus dat doet hij ook eigenlijk. Dus ik zie bij hem, ik zie wel een contrast, maar ik zie ook wel dat het eigenlijk heel erg ook bij elkaar hoort. En dat Mishima wat mij betreft wel ook een heel klassiek Japans hart heeft. Nou, mooi gezegd. Ja, zelf bedoel, het zou eigenlijk ideaal zijn als het proces van globalisering en de globalisten die daar de dienst in uitmaken, als dat toch altijd zich moet aanpassen aan lokale omgeving. Dus dat je uiteindelijk een modern Japan, een modern Nederland, een modern Duitsland, dat je dat kunt hebben. Ja. Dat, nou, ik denk vanuit zo'n concept als hartgeest, hè, als we dat serieus nemen, als wij dus allemaal het vermogen hebben om ons voor elkaar open te stellen, ondanks al die verschillen en daarin te groeien, ons daarin te verfijnen, zou dat toch mogelijk moeten zijn, hoop ik. Ja, ja. Nee, dat, laten we afsluiten met een hartgroet. En, ja. Dank voor deze introductie in het Japanse filosofische denken. Dit boek beveel ik zeer aan voor mensen die een historische blik op de filosofie waarderen. Je situeert veel denkers. Veel filosofische concepten worden eigenlijk op een toegankelijke manier ook daarmee gepresenteerd. Hermeneutisch, we kunnen zeggen. En het is ook wel een beetje steurig waardig. Hè? Van als je er even 50 bladzijden uit leest, dat is onmogelijk. Je moet echt wel bij elke 3 bladzijden even bedenken van oké, wat is de lijn, even de concept onthouden. Dus het is zeer leerzaam. Wel moeilijk die taal hoor. Ja, ik vind je wel hebt een glossarium erin, maar ja. ik struikel toch enorm over die termen. Maar ja, goed, dat is het mooie. Als je Sanskriet gestudeerd hebt, dan gaat dat erin als dan gaat het gewoon goed in bij jou. Maar dat is wel een uitdaging. Vind je een mooie samenvatting? Ik vind het heel leuk dat je Steurig noemt, want daar is het bij mij mee begonnen. Hè? Ik was 16 jaar en ik las Steurig als mijn allereerste filosofieboekje ever. 16? Ja, en zo kwam ik ook op het spoor. Oh, dat is heel vroeg. Ja, toen zei ik tegen mijn ouders, ik wil filosofie studeren. En dat wordt dan niet direct gewaardeerd. Dat is inderdaad het eerste boek wat je tijdens de bachelor... Nee. Ik was gewoon nog... Dat was meer 5 jaar ik later. Ik was op de middelbare school. Ik had dat boekje en zo'n aula-pocketje van Steurig. Dus dat vind ik heel leuk dat je Steurig hier noemt. Maar inderdaad, de taal is moeilijk. Maar als je de concepten probeert te doorgronden, dan kom je toch ook heel veel, tenminste heb ik een beetje, kom je een heleboel dingen tegen waar we toch wel pendant hebben of parallellen zijn te vinden. Ja, die hebben we niet echt uitgediept, maar bijvoorbeeld Heidegger, dat herken je wel zeker terug. En dat non-duale, Heidegger probeert ook het subject-stuk te denken, dat we een eenheid vormen. Shinto, boeddhisme, Confucianisme. Ga erin verder. Check de podcast met Michel Dijkstra. En ik zal nog even een documentaire posten over Yukio Mishima. Dat moeten jullie zeker kijken. Fascinerende vent. En ik dank jou voor je komst naar Leiden. Dank je wel.